Nou, wij moeten er eigenlijk voor zorgen dat dit water niet over de dijk gaat bij een storm of afvoer die eens in de paar duizend jaar voorkomt. Ik ben Rashid Abrahimi en ik ben adviseur waterkering bij Waterschap Hollandse Delta. Ik ben Jan Kees en ik werk bij de Waterschap, bij Team Advies. En ik adviseer op complexe vraagstukken over de waterveiligheid binnen het waterschap. Complexe vraagstukken, dat kunnen zijn dingen in de beoordeling van de waterkering. Dat kan soms heel lastig zijn, omdat je met heel veel verschillende data-informatie werkt. De ondergrond kan heel complex zijn, veel slappe lagen, waardoor het rekenen eraan uitdagend en complex is. Ja, het bijzondere aan mijn baan is dat ik bij een waterschap werk die zowel beïnvloed wordt door de rivieren, maar ook door de zee. En dat samenspel vind ik heel interessant om aan te werken. We hebben 365 kilometer keringen, nou dat is heel erg veel. En je weet niet overal precies hoe de dijk eruit ziet. En dat brengt onzekerheden met zich mee. En daar moeten wij oplossingen voor bedenken om dat toch heel goed te kunnen beoordelen. Ons team bestaat uit veel jonge mensen. En het is eigenlijk een mix van senioren en junioren. Wat het eigenlijk heel dynamisch maakt en heel leuk om in zo'n team te werken.